Ik ben Ted Noten, geboren in 1856 op hotelkamer 14 in Tegelen. Ik ben na de HAVO ben ik uit opstandigheid metselaar geworden. Er werd toch wel van mij verwacht om te gaan studeren. In die tijd deed je dat niet. We zijn echt van een generatie van doing the opposite. Dat ik in Athene, de hoofdstad van Griekenland, een jongen tegenkwam op straat die met een tangetje, zilverdraad, schelpjes, oorbelletjes zat te friemelen. En toen dacht ik, goh, wat leuk, wil ik ook. Nou, en 3 dagen later zat ik naast hem, ook op straat, en dat heb ik een tijd gedaan. Toen ben ik bij mijn oorbelletjes naar de kunstacademie gestapt en daar waren ze zo verslagen. Onverwacht van, want ze zijn toch wel gewend dat mensen met degelijke schilderijtjes aankomen en dan komt even zo'n gek met oorbelletjes. En langzaamaan is een fabriek ontstaan, Atelier Ted Noten. Kijk, als ik niet de ambitie had om ander werk te maken dan mooi, decoratief, glimmend, draagbaar, dan was ik naar Schoonhoven gegaan, naar de vakopleiding. Maar mijn ambitie was om een verhaal te vertellen, om commentaar te geven, om mezelf kwijt te kunnen. Ik heb een grote snoek gekocht, zo groot. Die heb ik naar een preparateur gebracht, die heeft in de buik een parelketting genaaid. Die vis hebben we in een mooie plexiglazen koffer of een kist neergezet in een huisje buiten, op het buitenterrein. En die vis is dus langzaam gaan stinken. Gaan rotten. En er kwamen allerlei beesten uit en toestanden en gassen. En dat was eigenlijk het idee van de wraak, de stank. Dit is puur eigenlijk een emotioneel stuk vanuit mijn kant. Van hoe is het in godsnaam mogelijk dat in een streeksejaard geen parel verwerkt was. Dus het is eigenlijk een soort verwondering en een soort wraak.